vloggen. Het mag simpel lijken, totdat je zelf voor de camera staat. En dan bedenk je dat je heel veel dingen tegelijkertijd moet doen. Je moet letten op audio, licht, de camera en daarnaast ook nog eens je verhaal goed doen. In deze video geef ik je 3 productietips waarmee jouw vlog er meteen een stuk professioneler uitziet. Ik begin eigenlijk altijd met de audio. Audio kun je namelijk moeilijk bewerken achteraf, dus het moet eigenlijk in één keer goed. Bovendien, als jouw kijker jou niet goed kan verstaan, is hij snel weg. Dus waar ik ook ben, waar ik ook een vlog opneem, ik luister eerst naar mijn omgeving. Razen er auto's voorbij? Is er galm? Een goede investering voor elke beginnende vlogger is een extern microfoontje met een windkapje. Het verzekert je van goede audio. Na de audio check ik het licht. Als je opname flink overbelicht of flink onderbelicht is, kun je dit weer moeilijk achteraf aanpassen. Het beste licht is het daglicht. Dus zorg ervoor dat het licht goed op jouw gezicht valt. Gebruik je een smartphone, tap dan op je ogen voor de juiste exposure en pas het eventueel manueel aan. Houd je vinger langer op het scherm om de belichting vast te zetten voor die opname. En dan ten derde, de camera uiteraard. Zet je camera op ooghoogte vast in een statief of zelfs in een selfie stick. Probeer nooit in het midden te staan. Dit is wat veel beginnende vloggers doen. Die gaan pal in het midden staan met heel veel ruimte om hun heen. Maar probeer dichter op die camera te staan met wat ruimte aan de zijkant. Voor wat extra tekst of een leuke emoji bijvoorbeeld. En mijn laatste tip, kijk niet naar jezelf als je het opnemen bent, maar kijk in de cameralens. Zie je wat voor verschil dat maakt? Nu maak ik echt contact met de kijker. Nu kijk ik naar mezelf. Blijf je toch naar jezelf kijken? Plak dan een post-it over je scherm. Ja, het zijn simpele tips, maar de mooie opname zit hem in kleine dingetjes. Dus onthoud, voordat je begint met opnemen, check audio, licht en let op de cameratips die ik je heb gegeven. Heel veel succes met vloggen!